Wat er gebeurde in de vorige aflevering van Hurt World. Ik wil gewoon wat meer, wat meer steentjes snijpen. Ja, wil je steentjes snijpen? Ja, <laughs> precies dat. Oké. Okay. Oh! oh! Bap -bap 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 -bap. Nice hey, kijk daar eens eventjes. Recht voor je. Hé, hey, kom mee. Dat is een hele grote lichtgevende vuurbal. You're kind of a Ja, your ik, own... ik raak ze. Nee, ze raak... Oh, hij heeft iemand. Oh, over... finale vergeleken. Ik heb iemand headshot. Let's go. Lekker. Oké, okay, er echt... ligt echt. Er is echt voor het oprapen door. Het is voor ons. Oh, kijk, ze springen. Ze schieten naar binnen uh, met te shotgun. Ze ook nog, hé, hey, pas op. Weg wel, met je hoofd. Ja. <laughs> ja, nee, ik vind het vet, Don, die trap. Ja, dat is heel vet gedaan. Dit is een mooie uitbreiding. Jee! Yeah. Yeah. Niet bepaald soepel, maar uh, we zijn buiten. Uh, <laughs> we did it. Dus we kunnen er doorheen blazen om hem gewoon te irriteren. Hallo, ja. aardig. Odon. Hallo. Hey, nee, oh, Hallo. Eet Don. Nee, Odon. Ja, jezus, oh, don. ga maar weer weg. Oh, je, hebt, je hebt het gewoon verpest, Ja, don. nee, ik heb hier echt geen zin in hoor. Ja. Oh. Oké. Okay. <laughs> hij, hij, hij gunt de totem. <laughs> Wat is dit joh aan het doen? Doen. Oh, het is wicked. Ja. Joost! <laughs> ja, twee schoten! Ik schoot hem één keer raak van de twee, 50%. Moet je bezig, let's go. <laughs> go. <laughs> oh, dat is ik zo mooi. Oké. Okay. Oh, inderdaad. Dat is een mooi busy. Ja, dat is heel tof gedaan, dit. Hey Don! Yo dio, mensen! Yo, Welkom bij een gloednieuwe Joost Games NL video. NL? Like de games video yo mensen. Oké, okay. gezellig. Leuke intro. We zijn bij ja. base 2, denk ik? 2. Sinds zeg maar de vorige aflevering op Dons kanaal zijn we hierheen gereden met de auto. En wij hebben een afspraak met onze vader Ventrex. Papa! Dus allemaal even slash TP Ventrex in de chat. Plop! Hup! <laughs> en ik ben er al naartoe. Hoi. Oh, wow. Hallo. Hallo. Nee, wordt er gesproken? Oh, er wordt buiten gesproken. Hoi, hey. hey. Hoi, je me? Hoi je me? Ja. Hi. Ja. Hallo. Nou, welkom in Escape Room. Oeh, Escape Room, jongens, dat is wel cool. We moeten ontsnappen, help! <laughs> Zitten we nou opgesloten? Oké, bijna een Escape Room. Uh... Kleine uitleg, uh, jullie moeten eerst op de totems. Even alles machtige jongens, as always. Lekker manchtenge. Dan gaan we helemaal naar boven. Oké. Okay. Doornik, wat moeten we verwachten van dit? Dat we moeten ontsnappen. Het is een ja, stukje lopen, lopen. hoor. <laughs> Dat snap ik, maar... <laughs> nee, maar het ziet er heel gelikt uit. Dus ik, ik ben heel erg benieuwd. Ik, ik vind het concept, Escape Room, vind ik best wel gaaf. Ja, je moet de puzzels dus, uh... oplossen om te ontsnappen, right? Ja, 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 Kleine puzzeltjes om dus uiteindelijk de kamer uit te kunnen komen. Ja, precies. Ik snap ook, ik weet ook niet waar we zijn, weet je. Waar we, 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 we werden we gewoon heen getrapport en toen... Ja, precies. En uiteindelijk zullen we echt naar buiten komen. Freedom! We hebben een paar regeltjes van uh, de escape room om het gewoon uh, leuk te houden. Oké, okay, ik ga het even lezen. Uh, we beginnen, allebei uh, beginnen jullie los van elkaar. Dus één iemand in die kamer en één in deze kamer. En daarna komen jullie weer samen en dan kunnen jullie samen de, ja, verder gaan spelen. Mogen we wel communiceren als we van elkaar gescheiden zijn? Juist, ja. Het is juist de bedoeling dat jullie inderdaad communiceren. Want uh, okay. allebei de kanten kunnen hints uh, staan voor elkaar. Oh. Oké, okay, top. Lachen. En elke kamer zit ook een hint. Een, kamer, een deur met een hint. Hint 1 en hint 2. Ja. Dat mag je gewoon gebruiken, maar ja, voor de leuke is het uh, misschien leuker om even te laten staan en dan pas uh, de hint te gebruiken. Oké, okay. klinkt goed? Oké. Okay. En ik, ik volg jullie, uh, mochten jullie toch vragen hebben wat dan ook, dan uh, ja, laat maar weten. Ja uh, We go try our best. Yeah, good luck. Bedankt. Yo, dit is cool. Dit is heel vet gedaan. Had je, had je de regels allemaal gelezen en zo? Nee, ik heb totaal niks gelezen. Ik denk oh. Oh, laat het aan jou over. Dus oh, ik nah, weet het Het zijn best wel general dingen dat je niet door de deur met het staf moet gaan, niet zomaar de deuren open of slopen maken en dat soort dingen. Ah, oh, oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Um, je kan door de raampjes heen kijken en ik zie er allemaal codes. Oh, zie jij ook codes? Vergeten, uh, nee, hij is nog even wat aan mij vergeten. Even kijken, raampjes. Ah. Ja, ik heb raampjes. Ja, ik zie zeg maar stippen. En dan op, uh, op bepaalde stippen staan er zeg maar codes of uh, cijfers. Even kijken, de deurtjes zijn bij mij nu open. Oh ja, ik zie ja, inderdaad ook. ook cijfertjes. Ja? Ja, ja, ja. Oh, oké. Okay, en ik heb zo... Oké, oké. Okay, okay. uh, wat is het? Heb jij, zie jij een bordje met een cijfertje op het eerste stipje? Toevallig? Ja, ik, ik weet niet waar ik stipjes moet zien. Oh Nee, kijk eventjes door, door de raam heen naar buiten, zeg maar. Dan zie je bordjes staan. Uh, Zal... na, ja, naar welke kant? Gewoon alle kanten. Dus, dus, bij mij staan er twee bordjes. Ik neem aan dat er bij jou ook ergens een bordje moet staan. Bordje met een stipje. Oh, ik zie hier iets, ja. Kijk, kijk, kijk. Wat voor, wat voor uh, nummer staat er op het bordje? Uh, het derde nummer, ja? zes. Oké, okay, dus je moet Stip, nog... stip, zes, stip. Ja, oké. Okay. Je moet eventjes een bordje zoeken waarop het eerste nummer iets staat. Waarschijnlijk okay, heb je het... die ook. Ja, het eerste nummer is een één. Oké, okay, dan is de code 1, 2, 6, 9. Oké, okay, dan ga ik daar doorheen. Of tenminste, ik zit nu in een kamertje waarbij dat is. Alleen 1, 2, ik kan 6, de okay. trapdoor niet huh. openen. Oh, ik ben ook in de volgende kamer. Okay. Nee, ik, ik kan de trapdoor niet openen. Well, oh, niet. Wacht, hang on. ik. ik, ik. Huh. Nu wel, hai. Hey. <laughs> Heb je je wel goed gemachtig jongen? Ja, 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 ja. Maar volgens mij moet jij me misschien helpen. Oh, dat zou misschien kunnen. Oké, okay. Oké, okay, nou dat was dus eerst code, want ik had zeg maar ook twee cijfers en jij twee cijfers en die werden gecombineerd naar één cijfer. Oké, okay. ja, ik zie hier trouwens een bordje. Dat ja. is, die, ja, die zie ik gelijk. RGB is de enige hint in deze kamer. Dus RGB oh. is rood, groen, blauw. Ja, ja maar ch check ook de kleuren van de muur. Oh, dat is een patroon. Ja. Oké, okay, dus um, RGB. Dus laten we zeggen, R is eerst. En hoeveel, groen, of hoeveel rood zie jij? Oh, je moet ze tellen. Oh, dat is wel cool. Oké, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rood. 7 rood. Oké, okay, 7 rood. Dus dan kunnen we ervan uitgaan dat het eerste getal een 7 is. Ja. Oké, okay, uh, um, 6 RGB. groen. 6 groen, dus ja. 7, 6. Oké, okay, en dan blauw is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, nou dan zal 7, 6, 14 de juiste poort zijn. Ik denk het, aan jou de eer. Ik ga kijken. Plop. ik ga mee. Okay. Er zit hier wel een tussendeurtje, maar ik zie hier nog een deur en er staat. Wat staat erop? Indien gesloten, deze deuren Die mogen open. open. Oké, okay, dat is duidelijk. We hebben niet een bordje gekregen van hé, hey, we hebben het goed gedaan. Nee, maar zoals het er naar uitziet, ziet het er wel goed uit. Ja, ja, inderdaad. Oké, okay, ik zie. Hey, Joost, uh, kijk eens in deze hoek. Gert! Gert! Met een D. Maar er staat hier ook Biem. En er staat daar Boktor. Lekker <laughs> een piece Oh, er staat hier ook Boktor. Oh, wacht. Hey, Gert. Er, er staat nog een keer Gert. Volgens oh. mij moeten we iets doen met die namen. Hier staat nog een keer Boktor. Hier ja. staat ook Biem in de kachel. Er staat ook Biem in de kachel? Dat is wel mooi. Nee, maar ik denk dat dat de ins zijn. Ik denk dat er, hier staat ook Boktor. Ik denk dat er iets mee moeten doen met al die bordjes. Ja. Hmm. Oh, hier staat ook nog een bordje. Gert. Geert staat hier. Geert. En hier staat ook nog een Geert. Gert met een D. Kunnen we zo... We denken dat we wel een kiesje mogen kijken, toch? Eh, uh, ja. Ja, alles is uh, leeg. Volgens mij het is het allemaal decoratief. Het zou kunnen zijn... Wat denk jij ja, dit... Nee, het zou kunnen zijn dat we de memes moeten lezen en hoe oh. vaak ze er zijn. Kijk. Je, ja, ja, ja. ja, ja Hiro. Vijf, vijf keer, keer. Gert. Oké, okay, ik ga voor de Gertjes kijken en zoek jij voor een ander. Ik ga voor alle boktors kijken. of kijken. Wat hebben we hier? Eén, twee... Twee Boktor. Uh, Gert is er wel veel. Ja, ik heb er nog Drie. maar eentje. Oké, okay, dus twee. Drie Boktor. Drie. Nee, okay, het is niet Boktor. Het is niet Boktor. Oké, okay, ik heb vier keer Gert. Ja, ik heb ook vier keer Boktor. Kijk, okay, ik zie hier beam? Ik zie daar boom. Ik heb één keer beam, twee keer beam. Had hmm. je die ook al achter deze kast? Ja, ja, ja die had ik. Die okay. had ik. Uh, twee keer beam. Drie keer beam. Oh, maar staat hier ook nog Boktor? Oh, wacht, dan is het waarschijnlijk Boktor. Oh. Ja, dan is het waarschijnlijk vijf keer bokter. Ja. Zullen we gewoon de gok nemen dat uh, vijf keer bok er is? Ja, nou, ik ga er vanuit dat jij goed hebt geteld, dus... Uh... Ik, ik hoop het ook. We, we, we go Gaan in. We? Uitgang, die kant op. Oké. Okay. Oh. Ja. Uh, mm -hmm. Uitgang, 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 uitgang. Hier is een ladder. Okay. Ik, weet, ik weet niet of het goed is, maar... Hé! Uh... Hey! Dit is de uitgang. Nee, is we zijn uitgang? weer terug! Nee, hè? Huh? We zijn huh? weer terug! Ja, nou, maar hoe kan dat nou? We worden het niet goed hoor, we zijn geen reset. Oh my god. Oké, okay, tel eens even opnieuw. Oh, dat is, zo, dat is best wel nice eigenlijk, dat je gewoon weer teruggaat naar het begin. Ja. Oké, okay, uh, ja, ik, is... ik, ik, ik tel nog even alle Gertjes nou. Oké, okay, tel ik alle piekens weer. Oké, 1, twee... Ik denk dat ik er toch echt vier heb, Don. Hmm. Ja, het, het, zou, het zou Gerts kunnen zijn, hoor. Ik zie wel veel Gerts. Ja, maar er zijn twee Gerts met een D. En dat is heel misleidend. Want ik heb maar hier, uh, vier Gerts met een T. Ja. ja we moeten toch een gok... Ja, we, kunnen, we moeten een gokje maken. Oké. Okay. Anders stel jij de uh, beams, stel ik de Gerts. Oké, okay, de uh, beams. Switching it up. Eén. Oh, Don, 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 Don. Wat? Ah, oh, nee, dat is een boktor die hierachter hangt. Ja. Yeah. Daar hangt hier een sneaky boktor, laat maar. Wacht nu, kut, ik ben de tel kwijt. Ja, ik heb maar vier Gerts ook, man. Dan moet, het, dan moet het denk ik wel beams zijn. Eén, twee, drie, vier. Ik heb vier beams tot nu toe en ik heb alleen beneden nog gecheckt. En boven is geen beam. Hier zit een beam op het be sure dak, heb je die gezien? En een beam op het dak? Ja, hier beneden. Bij de deur hier, dan Oh, die. Nee, dat is de vijf dan. Ah, dan moet het beam zijn. Ja, dan is het beam. Beam! Ja, yeah, we got hem Hey, hey, Nice, oké. Okay. Oké, okay, uh, er staat hier een... nog... Ah, ja. uh, Oeh, heel veel tekst. Oh, rode muur. Blauwe muur. Het juiste antwoord is goed. Oh, uh, dat is wat anders. Oké, okay. okay, wat houdt dat allemaal in? Rode muur, blauwe muur. Oh, wacht. We hebben hier een rode muur en een blauwe muur. En je hebt hier uh -huh. allemaal deuren. En ik denk dat zeg maar, op basis van elke deur één zeg maar, een zo'n code. Zie je wat? De rode muur staat links, dus dat is dan links. Ja. En de code DMSR is dan dit luik. Snap je wat ik bedoel? Oh ja, 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 ja. Oké, goed. Oké. Dat is dus uh, dat is in ieder geval hoe we de codes kunnen her, uh, herleiden waar het hoort. Maar we moeten alleen nog weten wat we met de codes moeten doen. Moeten we een, een woord creëren of zo? Of een... Code. Ik denk het. Hieronder uh, in staat het juiste antwoord is goed. Ja, maar ik denk dat, dat ik weet niet of dat moet betekenen dat het iets met goed te maken heeft of zo. Kunnen we het Ooh. woord goed spellen? We kunnen het woord goed niet spellen. Ja, er is niks meer in deze kamer boven die codes, hè? Ja, wat hebben we gemist? Ik weet het niet. Trap. Trap is het enige woord wat een woord is. Ja, ja, maar dat is te overduidelijk. Ja, inderdaad. Het is, ja, ik, ik, zit, ik zit wel een beetje om die hint te gaan gebruiken, Don. Ja, gebruik die eerste maar. We hebben nog geen hint gebruikt. P M M K is room. Oké, dus die letter staat aan room gelijk. Dus P is een R, een M is een O en een K is een M. Oké. Even kijken. Oké, wat is het alfabet? Dat is A B C D E F G H L M N O. Ja. Q. Wanneer komt de R na de P? L-M-N-O-P-Q-R. Oké, okay, dus Kinkers. het is het alfabet, maar dan twee opgeschoven. Oh, really? Ja. Er oh. zijn twee letters opgeschoven. Dus elke keer moet je twee letters terugdenken. Ja. Of twee letters verder. vooruit, vooruit denken. Ja, 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 ja. ja okay. En dan heb je een woord. I'm dus bijvoorbeeld, het eerste woord zou dan zijn. Even kijken. D zou dan eigenlijk F zijn. Ik dan pak heb een je ook erbij: S-F voor de eerste. En dan hebben we M. O. O, oh, ja. Uh, S, T, R. Q R S, T, U. U. R, R, S, T, denk ik. Abcdevrij. Ja, ja, dan krijg je het woord fout. Het woord fout krijg je dan. Nee, en het, wo het woord moet goed zijn. Dus oké, okay, dus... Um, oh. uh, oké, okay, dus een D. En dan reken je twee terug. Dus het moet eindigen op een B. Ja. En het enige wat eindigt op een B is de middelste vooruit. Mhm. Mm of A, B, C, D, E, F, G. Ja, en E wordt een G. Ja. Dus dat moet wel die zijn. Ja, Deze puzzel was nice. Ja, die was vet. Deze was echt leuk. We hadden wel een hintje ervoor nodig, maar dat was echt... Dat was goed. goed een, dat heb je goed over nagedacht, Don. Ja, ja, ja. Nice, goed bezig. Oh mijn god, wat is dit? We hebben allemaal tijden. Oké, okay. om 12 uur kijkt Ventrex op zijn horloge. De grote wijzer wijst naar boven en de kleine wijzer wijst naar het westen. Hoe laat is het? Noord, ah, oost, zuidwest. Dat is links. Dat is dus 9 uur. Ja, maar... Nee, nee, dat is, een, is dat niet een instinker? Wat een grote wacht, oh wacht naar om twaalf uur kijkt ventus naar zijn horloge. Het is twaalf uur. En de kleine wijzer wijst naar het westen. Nee, het is gewoon twaalf uur, maar zo'n horloge staat gewoon verkeerd? Ja, dan moeten we door twaalf uur heen, zeg je. Ja, hij zegt, hij staat toch boven om twaalf ja, ja, uur ja, kijkt ventus ja, nee. naar zijn horloge. Dat, dat, is, dat is hoogstwaarschijnlijk de instinker. Doe maar twaalf uur. Ja, ik wil zeggen, dat kan niet anders. Dat moet wel twaalf uur zijn. Ja. Oké, okay, de laatste deur. Ja, dit, dit okay. was hem wel. Ja, 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 fies, ja, ja. fies, ja, Dat was wel vies. ja. Oké, okay, um, Dan hebben we hier nog even kijken. Ventrex nummer 5, Brutus nummer 4, Rena nummer 3, Stammer 97, nummer 2 en nummer 1 is Cat Gamings. oké, okay, maar wat moeten we? We hebben weer een. Uh, we worden weer een beetje in het, in het donker gelaten, weet je We moeten het weer een beetje zelf uitzoeken. Ja. Oké. Okay. Hmm. Uh... Ik denk dat dit, is dit, is dit. Moet dit rank zijn of zo? Rank in de server? Want ik weet alleen maar dat Brutus. Of Fentrix nummer 1. Fentrix 1 toch? Ventrix is dat, dat volgens mij 1. Ja. En dan Brutus is Brutus 2. 2. En dan is Rena wel vaker online. Maar ik denk dat Summer 3 is. Is de, is de lijst niet omgedraaid? Nee, ja, dat, uh... dat je juist degene moet zoeken die klopt. Zeg maar dat, dat de ranking klopt bij de naam. Oh, dan zou ik zeggen Rena op 3. Ja, ik denk het ook. Maar ik dacht juist dat Summer 3 was. Alleen, nee, Summer is niet zoveel online hè. Uh... Ja, nee, ik ga, ik ga echt voor Rena. Yeah? Ja? Ja. Oké, okay, dan gaan we. we. gaan gewoon op jouw intuïtie af Trap. Volgens mij niet. Volgens mij volgens is mij... dit niet het goede, want we moeten nee, weer omhoog. volgens mij moeten we deze... Ja, we ja, yep. moeten omhoog. Reback. Ja. Eh uh, Kakzooi. Oké, okay, um, nou, dat was dus niet de reden. Maar ja. ik, we weten niet of dat wel of dat waar is, hè, wat ik zeg. Dat het uh, rankings zijn in de server. Oké, okay, open ons de eerste hint. Oké, okay, let's go. Heb okay. je de bordjes goed gelezen? Welke bordjes? Oh, wacht. Wacht, wacht, wacht. Wacht, wacht, wacht. wacht. Letterposities. 1, C... 2 a c a 3 e S, K, kate Nee, kater Dan krijg je keter, dat is niks. Oké, okay. ik dacht misschien. Hmm. Oh, misschien is, er iemand, misschien is er iemand verkeerd geschreven of zo. Dat, maar dat, ja, dat, dat kan ik niet echt. Nee, weten. nee, nee, maar kijk. Bij, overal staat zeg maar het nummer staat links van de naam. Alleen bij Fenterix staat hij rechts. Ja, maar nee, dat, dat is gewoon, nee, dat is gewoon de bouw. Dat heeft er niks mee te maken waarschijnlijk. Oh, ja, oké. Okay. Um, Oké, okay, maar wat zei die? Le Heb je de bordjes goed gelezen? Is het niet Papa Ventrex in plaats van gewoon Ventrex? Het is wel Papa Ventrex, ja. Ja, we zouden hij uit moeten maken? I don't know. Ja, maar waarom staan die nummers er dan, dan achter? Ja, eh. Uh... Ja, misschien is dat van om de deur aan te kaarten of zo. Ja. Ja, Papa ja. Ventrex staat hier ook. Oh. Gefeliciteerd. <laughs> hey! Behoorlijk nog gedaan. Ja, vond je? Ja. Ze waren Rijzen. lastig hoor. Sommige waren al ah, pittig ja. Ah. Kijk, dat is goed te horen. Gefeliciteerd, je met dit bent de Een een Tijdje gaaf was dit. Het was echt heel tof ja. Ik vond het oh, echt heel leuk. Goed om te horen, leuk om te horen. <laughs> ja, ik had echt iets Goeie heel simpels uit. verwacht, maar de, 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 sommige waren nog echt uitdagend, weet je wel. Dat je echt even moest nadenken van, huh? Welkom bijvoorbeeld? Die, uh, dat uh, was die trap? van... Met het alfabet, die was... Ja. ja. Want we werden zo in het diepe gegooid, en dan moest je maar dat patroon, dat moest je maar zien, ineens. Ja, we hadden ja. geen idee wat we moesten doen daardoor, dus dat was wel echt een leuke. Het enige was mij een hint, hè. Je hebt één hint gebruikt voor die deur. Nou, en, en oh. deze net. Van, ja, hier de, uh, de laatste. Tricks, want ja, deze wisten we ook niet, want we werden ook in het diepe gegooid. En dan echt ze van... Ja, maar we zien alleen maar namen en nummers, wat moeten we ermee? <laughs> er stond er stond letterlijk de laatste deur. <laughs> Oh, ja. dit is de oh. laatste deur. Ja, maar wij dachten uiteindelijk dat, dat is zeg maar omdat je naam Papa Ventrix is. En daar stond alleen Ventrix. Dat we dachten: van het is verkeerd geschreven. Dat we de naam erin moesten. Dat oh, op die manier. Had, ja, ik, hiervoor stond ik altijd in die kamer. Dat ze zeiden van: oh, jij staat in de kamer. Ja, dat, nou, dat, dat zou ook kunnen. Ja, wij dachten: eigenlijk gewoon, die is verkeerd geschreven. Dus daar moesten we erin. We dachten eerst dat het op basis omdat die nummers ernaast stonden, dat het een soort van rangorde was in de server. Van wie is dan de baas van de server? En dan wie zit er allemaal onder. Dat we het op volgorde moesten zetten ofzo. Dat dachten wij. Dat denk ik weer te moeilijk doen. Ja, het was leuk. Het was zeker leuk. Het is leuk leuk dat ook. Ja, dat ga ik ook zeker doen, inderdaad. Gaan we een leuke puzzels verzinnen weer? Ja, echt, lachen. Deze hebben allemaal een beetje op papier gezet. En het kan eigenlijk uitgewerkt worden. Dus dat is helemaal leuk. En ik moet dit nieuwe loosje hebben. <laughs> ja. <laughs> ja, ik zou ook al. Volgens mij is dat zo'n loge gewoon niet goed. <laughs> ja, maar ja, we nou, echt naar leuk. het westen, dat slaat nergens op, want we weten geen noordpunt. Ja, oh ja. Nou, ja, nee, dan, dan zou het, ja. het westen zou ja. gewoon links zijn en dan zou het gewoon negen zijn geweest. Ja, maar ik, ik weet niet. Ik zou, ik zou dan echt wetenschappelijk uh, on your ass gaan, weet je. Ja, ik snap hem. Ja, ik vond het, uh, ja, het is gewoon een beetje. Ik hoorde hier niet hoe jullie uh, ja, communiceerden, zeg maar. Dus het is voor mij een beetje van. Uh, wat doen jullie? Ja, ja, dat je is ik wel extra. terugzien. Inderdaad, ja, dat is wel lachen. Dat gaat zeker genieten dan. Ja, bedankt. Het was echt. Uh, ik vond het echt heel leuk om te doen. Snel weer een keer doen, dat is lachen. Dit is de dingen. Oké. Okay. Uh, ik ga even nadenken voor nieuwe uh, voor de volgende. Top. Top. Oké. Okay. We gaan even weer eruit schrijven en dan. Uh... Yes. Oh, ja. Yo, dat was vet. Dat was zo vet. We ik ben benieuwd dat dit verdomme niet op mijn kanaal is. <laughs> nee, hey, ze, gaan, ze gaan nog een escape room doen, Don. En die mag ik Ja, jij die, doen. die claim, ik die, die claim, claim jij, ik. die mag jij hebben op kanaal. Nee, zaken. maar dit was vet met die puzzels. nou Ja. Maar ze waren ook zo clever. Ook met die, met die RGB, weet je wel. Van de wier van nadenken van hoeveel muren er zijn. En de letters op saai schuiven. Ik, ik, ik vond hem echt tof. Anyways, Don. Dit was echt een hele toffe Sorry. ding. We hebben nog vier seconden. En dan uh, gaat nou. hij. <laughs> ah! Het was een hele toffe uh, Escape Room. Server wordt gerestart. Anyways, jongens, bedankt allemaal voor het kijken naar deze video. Laat een duimpje omhoog achter als jullie dit soort dingen hartstikke tof vinden in Hurt zoals wij. Want dat was echt fucking tof. Don natuurlijk. Bedankt voor het meespelen. Geen probleem, jongen. En tot volgende week.